De parlementen van Suriname en Guyana hebben vandaag een parlementair contactplan ondertekend. In de Nationale Assemblée plaatsten voorzitter Jenny Simons en haar Guyanese ambtgenoot Barton Scotland hun handtekening onder het plan dat de beide colleges regelmatig en nader tot elkaar brengen. Het plan is een uitvloeisel van een bezoek dat het Surinaamse parlement in 2013 bracht aan de Westerburen en het tegenbezoek dat daarop volgde in 2015. Uiteindelijk hebben de voorbereidingen zeker 3 jaar geduurd, zegt DNA-voorzitter Jenny Simons. Het is met name de gemeenschappelijke historie dat de parlementen noodzaakt tot samenwerking. If you are neighbors, you better be friends. Als we buren zijn, kunnen we liever vrienden zijn, want anders worden we allemaal ongelukkig. Dus betekent dat de beide landen steeds moeten werken aan hun relatie. Formeel zijn onze ministeries van Buitenlandse Zaken en de presidenten die onderhouden de formele relaties tussen de beide landen. Maar parlementen hebben ook connecties met elkaar in de wereld. En parlementen zijn rechtstreeks de vertegenwoordigingen van de volkeren van landen, kijken naar de vraagstukken in hun land, brengen die naar hun regeringen. Het is goed voor beide parlementen om beter op de hoogte te zijn wat speelt in het buurland en om zaken te identificeren ook die met het buurparlement kunnen worden besproken op sommige momenten, zodat de kennis en de informatie van Guyana over Suriname en van Suriname over Guyana, dat dat beter is. En dat is in het belang van beide landen. En zo brengen we ook natuurlijk in huis als parlement onze informatie en onze visie over aan onze beide regeringen. Tijdens het bezoek van de Guyanese delegatie aan Suriname is onder andere afgesproken dat de parlementen jaarlijks met elkaar in overleg zullen treden ter bespreking van diverse vraagstukken, de uitdagingen en kansen van beide landen. Verder is overeengekomen dat de te bespreken onderwerpen steeds in algemeen overleg worden vastgesteld. Ook dat elk overleg met een verklaring wordt afgesloten en aan de regeringen van beide landen verslag wordt gedaan. De Guyanese parlementsvoorzitter Scotland is verheugd over de samenwerking met Suriname. This is the day when the Parliament of Guyana and the Parliament of Suriname took a step to cooperate with each other in a meaningful way, so that each can assist the other, each can benefit from the experiences of the other, and together they become stronger in what they must do. Thank you. I must thank the speaker, Mrs. Simons, for her vision in this regard, because in fact it is out of your thinking that this came. Thank you. And it is indeed a wonderful expression of thinking of your neighbor, because together we have been able to achieve this. Barton Scotland, voorzitter van het parlement van Guyana. Hij sprak vanmorgen in de Nationale Assemblée bij de ondertekening van een parlementair contactplan tussen de beide parlementen.